Mijn naam is Richard ten Kaat, 34, woon in Groningen, kom uit Drenthe. Martijn vroeg mij, wat is het? Nou, 2 weken terug. Inderdaad, ja. De deur gaat weer open. Welkom. Dankjewel. Ik ben Richard, 34, Groningen. Martijn vroeg me ongeveer 2 weken terug van... Kunnen we wel een beetje soort van focus, anders dat is voor mij heel vermoeiend. Ja. Martijn vroeg mij 2 weken terug van, kun je iets doen waar je mee bezig bent? Want je bent nu met dingen bezig waar het nogal borrelt en bruist. En toen dacht ik van, wat dan en zo. Hij zegt, nou, en de deur blijft open, gaat het wel? Leuk. Ja, heel goed. Dan hoop ik niet dat jullie straks weggaan, de deur dat met dat. Dus dat je dat blijft van neer. Martijn zegt, op deze manier ben je op dit moment met hele spannende dingen bezig, dus doe maar iets. En ik hoop dat ik me heel erg bezig met Project X in Haren. En nou ja, dat heeft me ook inderdaad sinds die 2 weken alleen maar vastgehouden. Dus ik had in... Ik had om appels gevraagd en hier zijn ze. Appels. Wow, appels. Ja. Wat ik weet niet, dat zit allemaal meneer. En wat ik meestal zelf een beetje rond dit tijdstip heb, als je gewoon ergens bent geweest, is dat je gewoon een beetje zelf wauw wordt en zo. En wat ik altijd wel lekker vind, is een appel. Dus ik dacht van, als er nou gewoon mensen zijn in de zaal die gewoon een appel willen, dan kan ik gewoon een appel geven. En bovendien heb ik misschien ook zelf zin om een appel te krijgen. Dus vandaar dat ik los van water ook appels had gevraagd. En dat meen ik trouwens best wel serieus. Waar was ik ook alweer? Oh ja, Project X dingen en zo. En eigenlijk sinds dat moment dat Martijn dat vroeg, ook een beetje daarvoor, was ik inderdaad heel erg met Project X in Haren bezig. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik dan gaan roepen, gewoon in mijn omschrijvingje. En toen dacht ik van, u vraagt, hij draait of zo. Tenminste, dat is waar jullie op gelokt zijn, geloof ik. En dat wil ik nog steeds wel gaan doen nu. Alleen, ik wil wel graag rekening vragen of jullie rekening willen houden met wat ik zelf graag wil. Want ik heb namelijk zaterdag iets bedacht, iets verzonnen, iets tegenaan gelopen. Waar ik wel heel graag met jullie over zou willen hebben. En dus dat. Verder moet ik ook even met jullie delen wat ik heb verzonnen, dat het gewoon echt inderdaad net zaterdag is gebeurd ongeveer. En ik gisteren naar Schier ben geweest, dat mooie eiland ergens boven Haren en Groningen. Ik heb in de trein het soort van heb uitgewerkt. Dus het is echt niet zozeer beta, maar het is een soort van pre-alpha-achtig, niet cutting edge, maar meer bleeding edge, zeg maar. Dus er kunnen ook dingen fout gaan en als ik ontspoor, dan zit Raymond hier volgens mij die me straks dan weer het spoor ophelpt ofzo. Dus dat. Zijn er op dit moment vragen? Ik bedoel dit heel serieus over. Stel me gewoon briljant. Niet briljant. Nee, gewoon... Weet ik niet. Het is ook wel diep triest eigenlijk. Ik verzon namelijk zaterdagmiddag dat misschien de wereld ook kapot gaat. En dat bedoel ik helemaal niet grappig, maar dat bedoel ik best wel serieus. En vandaar ook dat ik wel een soort van welkom, dat ik wel een soort van enthousiast werd over dit stukje. En dat ik dacht van dit moeten we dan hier maar bij deze creatieve leuke mensen hebben. Misschien dan komt er misschien wel iets uit dat de wereld toch niet kapot gaat of zo. Misschien op enige termijn. Even terug. Donderdagmiddag, 20 september, toen had ik wel gehoord van Project X Haren. Project X Haren, 21 september, vrijdagmiddag. Ik had er wel van gehoord, ik had een beetje online gezien wat er allemaal gebeurde ofzo, maar net als ongeveer iedereen in heel Nederland en de hele wereld, inclusief alle social media goeroes en andere types, dacht iedereen dat het wel niet zo vaart zou lopen. Want ach, weet je wel, gewoon... overigens, ik was ook net terug van vakantie, ik had een beetje zo'n modus van, nou ja, ik weet alles. Vrijdagavond, opening van de nieuwe Kolk in Assen, ik werk bij het Noord-Nederlands toneel in Groningen. Ik die kant op, leuke voorstelling. S'avonds ongeveer kwart over elf, half twaalf rijd ik terug van Assen naar Groningen. En ik zie dat de wegen afgezet zijn van A28, de snelweg naar Haren. Dus ik denk, dat is niet echt goed. En de volgende afrit was ook afgezet. Dus ik dacht van, dit is echt niet fijn. En de dame die bij mijn auto zat, die had een iPhone bij zich uiteraard. Ik zei, joh, kijk eens even, want nou ja, toen werd natuurlijk al heel snel duidelijk dat inderdaad de pleuris was uitgebroken. Onvoorstelbaar. Wie heeft het niet meegekregen?
Heel zuidelijk. Heel zuidelijk. Dat is op Frans. Nou, er was een feestje in Haren. Dat was geen feestje. Ik was niet op het moment zelf, zeg maar, dus ik heb niet in de, okay. in de social media boom gezeten. Wat mensen uitgenodigd. 3.000 tot 5.000 mensen kwamen erop af. Er werd flink gereld. Behoorlijk wat gewonden, ook serieus gewonden. Tenminste 1 miljoen schade, maar ik denk al met al, als je alles meerekent, wel 3 miljoen schade. Wordt dan uit de hand lopend feestje gepland en een nogal uit de hand lopend feestje gekregen. De emotionele schade is nog hoger. Oh ja. Als je alles bij elkaar gaat tegen, dan is het volgens mij inderdaad niet eens uit te drukken. Maar in elk geval, tering bent. Ik denk dat je dat wel rustig kunt stellen. Niet fijn, moet het niet nog wel vaker doen. Ik reed dus terug vanuit de Assen terug naar Groningen. Ik ontdekte dat daar iets aan de hand was. En toen dacht ik van, ik wil weten wat hier gebeurt. Ik dacht, ik moet er maar niet naartoe, want dat is niet mijn ding. Dus ik ben als een gek gewoon het internet opgedoken, want dat is namelijk wel mijn ding. Ik ben Twitter gaan checken, ik ben Facebook gaan checken. En toen ontdekte ik dus dat er een Facebook event was met 30.000 mensen die daar enorm actief op waren. Alles werd ongeveer besproken. Ik klikte maar, ik las maar meer. En ik zag mensen die elkaar uitnodigden om naartoe te gaan. Ik zag mensen die plannen maakten om op het dak te gaan springen. Ik zag mensen die andere mensen probeerden tegen te houden om erheen te gaan. En dan vervolgens werden bedreigd. Ik zag mensen die handelden in spul wat in kabouters zat. Dat staat dan voor drugs in de film. 06 nummers die daar dan aan werden gekoppeld. Van, met andere woorden, als je drugs wilde hebben, dan kon je gewoon bellen. Dus ik zat echt op dat Facebook-event en ik dacht van, dat is een hoop. En ik ben toen gaan doorklikken. Ik heb 6 uur lang achter elkaar doorgeklikt op het Facebook-event. Dus elke keer al de posten dan lezen. Dus ik werd helemaal erin gezogen. En zoals meer ik las, meer ik er erin gezogen. En op een gegeven moment crashte mijn browser. Want mijn pagina was een beetje te vol gelopen en, onhandig. En dat deed ik nog een keer, En uiteindelijk toen dacht ik van, dit moet handelen. Toen heb ik een vriendje gevraagd om dat hele Facebook-event te downloaden, oftewel lokaal te trekken, zodat je er ook gewoon met Excel of wat dan ook erheen kon. Dat heb ik gedaan en toen bleek ongeveer 2 dagen later dat die vriendjes en ik samen met elkaar bij de... Yay! Hallo! Mijn liefde valt uit. Maar nu lopen jullie in, dat is wel weer... Dat is wel heel mooi, dat cirkel is rond. Nu ben ik hier goed. Vriendje. Download vriendje. Precies, dit werkt wel heel goed. U zegt, ik ben weer op spoor. Wat zeg je? Ik had een appel. Als je zachtjes knapt. Ja, we knappen. Twee dagen later. Toen bleek dus dat wij ongeveer de enige waren die dat had gedaan, het downloaden van het hele event. En toen bleek dus dat we 53.000 records hadden, posts en comments, en dat dat best wel een soort van unieke dataset aan spulletjes was. En dat er best wel andere mensen ook proberen om het te downloaden, maar ja, het was best wel laat. Heel moeilijk te doen. En bovendien waren er al van die andere jongens geweest die records hadden verwijderd omdat ze misschien al stomme dingen hadden gezegd. Dus wij zitten op dit moment op gewoon een hele interessante bank met data. Ik ben daar ook gaan posten en toen slagen mensen dat. En toen zijn we ook gaan delen, want dat leek me beter. En toen, toen was ik in een keer heel diep in de Project X feestjes. Toen had ik een. Nog een appel als je wilt. Oh, lekker. Ja, dan ga ik weer. Wat was ik ook weer? Ja. Toen had ik een. Bak met data. Bak met data, hartstikke goed. Maar daar ben ik enorm hard doorheen gegaan. Ik heb ook met allerlei mensen in Haarlem gesproken, want voor mij is het fietsafstand. Ik heb met allerlei journalisten samengewerkt. Kortom, ik heb heel erg mijn best gedaan om uit te vogelen wat er eigenlijk echt gebeurd was. Nou, toen heb ik een aantal dingen ontdekt. Ten eerste dat er nogal veel in de film verscholen zit. Ik weet niet, wie heeft toevallig de film Project X gezien?
Wat vonden jullie daarvan? Ja, wel oké. Oké, oké. Nou, maar meer het begrip van ziek, hoe dat ontstaat. Ja. Hoe zoiets simpels uit kan groeien tot iets enorm vaag eigenlijk. Dat mensen gewoon daar afkomen en dan een leuke tijd hebben en niet nadenken over wat er nou eigenlijk aan de hand is. Toen ik de film had gekeken, dacht ik van, iedereen snapt dit. Ongeveer als je een klein stukje van de film of van de trailer hebt gezien, dan snap je dat er in de film geen feestje wordt georganiseerd voor een 16-jarig jongetje of een meisje of wat dan ook. Maar dat het gaat over het organiseren van een uit de hand lopend feestje. Het is een heel simpel concept, dus iedereen kan dat begrijpen. En het kan dus ook heel makkelijk verspreiden. En het is heel kwaadaardig eigenlijk. Het is dus niet, zoals ik net al zei, een feestje wat heel gezellig gaat eindigen, maar het is een feestje dat eindigt echt in een tering bent, inclusief sportteams en zo. Het grappige is, eigenlijk niemand, journalisten en zo, heeft zo naar die film gekeken. Terwijl ik dus dacht van, hey, als je bij het begin begint, namelijk het organiseren van zo'n feestje, dan ontdek je eigenlijk dat het DNA van zo'n Project X feestje alleen maar kan uitmonden in ellende. Ten tweede ontdekte ik dat Mirthe niet de grote aanstichter is van het hele kwaad. Ja, die heeft wel ooit een feestje, het meisje van 15, 16, heeft wel ooit een eerste feestje georganiseerd, maar het is heel snel gekaapt. Er zijn heel veel journalisten geweest die dat niet hebben goed opgevat en die maar zijn gaan roepen dat Mirthe het Project X feestje is gaan organiseren. Onzin, zij heeft een feestje georganiseerd. Tegelijkertijd heeft een andere groepje mensen of een ander iemand daar een ander feestje, Project X genaamd, naast gezet. En dat is ongelooflijk groot geworden. Zij heeft al heel snel haar event weer gekild. En die andere mensen hebben dus ook bedacht dat het heel slim is om daar het label Project X aan te hangen. Want het is heel slim om heel veel mensen op af te krijgen. Het is niet gewoon maar een feestje, maar het is een heel bijzonder feestje. Waar zeker jongetjes en meisjes van 14, 15, 16, 17, 20 tot met 25 heel graag op af willen komen. Namelijk seks, drugs, allerlei van dat soort dingen. Daar wil je echt bij zijn. Bovendien ook vermoed ik wel dat ze heel goed hebben ingezien dat zo'n kwaadaardige smaak in dat DNA heeft gezeten. Namelijk, ze hebben heel erg hun best gedaan om zichzelf buiten schot te houden. Er is een Nieuw-Zeelander geweest die het event schijnt te hebben aangemaakt. En daarnaast zijn er een aantal fake accounts actief. Dus welke Nederlander of wie of wat hier dan achter zit, is heel moeilijk uit te vinden. Dus ik vermoed wel dat er ergens een soort van kwaadaardig, kwaadwillend ding in het spel is geweest. Nou, een aantal andere dingen die me opvallen is dat bijna niemand, journalisten, politie, OM, naar Facebook heeft gekeken. Terwijl het ongeveer vanaf het moment nul een Facebookfeestje heeft geheten. Als je de grote dikke boeken van bijvoorbeeld Groundspel erop naleest, dan leer je daar, als er ergens in de onderstroom gesprekken plaatsvinden, kijk dan even goed waar die gesprekken plaatsvinden en duik daarin. Nou, het was een Facebookfeestje, daar is een enorme berg aan content ontstaan. Niemand, inclusief Jeroen Bollaars, heeft daar niet naar gekeken. Ik zat vorige week met hem in een panel. En hartstikke geinig en erg aan het eind vroeg van Jeroen, had jij eigenlijk zelf naar Facebook gekeken? En toen gaf hij het antwoord, nee, ik kon het niet vinden. En dat is niet grappig. Want ik kon het namelijk ook heel lang niet vinden. Wat blijkt nou, als je niet in de vriendenkring zat of niet uitgaand was, dan was dat hele event niet zichtbaar. Oh. Dus ik dacht op dat panel, in het panel ook een beetje zo van, joh, ik zei zo, dankjewel Jeroen. Zo van, pssst. Maar ik heb even wat doorgesnuffeld en toen bleek dus dat je het event alleen maar kon zien als je ook inderdaad dan wel erg connected was met de groep mensen die er was, dan wel uitgenodigd was. Dus het was geen openbaarheid. Het was dus geen echt openbaar event. Klopt, tenminste, dat is mijn vermoeden. Ik vind het achteraf heel moeilijk, dat weet jij Jeroen heel goed, denk ik. Achteraf heel moeilijk terugkijken van wat er nou echt is gebeurd. Maar als ik probeer te reconstrueren, is dit wel een ding. Wat ontdek ik verder voor dingen? Dat er door al die jongeren en andere types van alles online wordt geslingerd. Echt dingen dat je zegt, nou, dat is niet handig, dat kunnen we opgepakt worden. Variërend van dat ze hele serieuze concrete plannen hebben om dingen kapot te maken, tot wat ik net al zei, drugshandel, tot elkaar bedreigen. Dat je denkt van, publicity, privacy, ik zou daar een beetje beter over nadenken. Oftewel, die social media awareness, hoe je daarmee omgaat, is bij een groot aantal mensen van deze
van dit event erg ver te zoeken. En voor alle duidelijkheid, het zijn niet alleen maar jongetjes van 15, 16, 17 die VMBO min doen, maar ook juist heel veel studenten uit Groningen die best wel een soort van beetje hebben over, maar op andere plekken ook wel serieus zouden moeten kunnen nadenken, aangezien de buurt, dat soort dingen. Dus het wordt heel erg klungelig gepost op die Facebookgroep. En een ander ding wat ik ook ontdekte, was dat er heel veel fake accounts actief zijn. Variërend van jongetjes en meisjes die uit veiligheid hun eigen naam gewoon afschrijven, maar wel gewoon nette dingen doen. Tot echt types die gewoon, als je het een beetje induikt, gewoon hele vieze, lelijke dingen op het internet doen. Weet je wat je vroeger ook op Second Life zag? Dus een beetje van die kinderporno en nazi-achtige dingen, maar dan ineens op Facebook. Dat ik dacht van, yo, dit is ook Facebook. Het is net echt. Ja, maar het is echt heel vreselijk. Gewoon, als je een paar van die inner circle typetjes, zoals die Iber der Führer, als je die een beetje doorklikt, dan kom je in een wereldje terecht dat je denkt van, nou, is dit ook Facebook? Ja, dit is ook Facebook. Ik ben ook zelf met wat fake accountjes gaan rondklikken en zo. Dacht ik, wil eens kijken hoe dat allemaal werkt. Maar het is echt dat je denkt van, ja, er gebeuren alle hele funstige dingen van de wereld die je bij elkaar zou willen zien, die zitten daar gewoon bij elkaar. En daar schrok ik me al van. Wat je ook ziet is dat je eigenlijk door gewoon een paar dingen heel slim op Facebook te doen, een enorme teringbende kunt aanrichten. En twee, door volgens mij, tegelijkertijd kun je jezelf nog zo neerzetten dat je bijna niet te traceren bent. En ik heb daar inmiddels best wel een serieus studie van gemaakt. En ook al ben ik vorige week naar een hackathon geweest met alle hele slimme hackers bij elkaar. En we hebben ook al behoorlijk wat zowel technische dingen uitgehaald, maar ook wel sociale dingen zoals bellen met Facebook en zo. En je komt dus gewoon niet bij de identiteit van bepaalde mensen. Nog IP-data, nog geodata. Hallo, welkom. Toch maar niet het appelding. Ik zat echt van, je kunt dus op een hele gemakkelijke manier echt een ongelooflijke teringbende aanrichten, ergens waar je maar wil. En je kunt ook nog zo doen dat je zelf heel erg buiten schot blijft. Dat klinkt niet heel makkelijk als je zegt allemaal hekken en dikte wat allemaal. Kijk, ik zal zo even uitleggen hoe je dat zou doen. Dus als jullie graag willen weten hoe je zo'n teringbende aanricht, zonder zelf te traceren te zijn, dan ga ik dat zo even uitleggen. Want ik heb dat inmiddels uitgevonden. Want wat ik eigenlijk. Wat ik ontdekte dus dat ik dacht van, joh, dit is echt heel nasty. Gewoon, je kunt dus gewoon, stel je voor dat jij Raymond gewoon straks denkt, nou, goh, ik wil de buurman of zo wel, of weet ik veel wat, eens even een poets pakken. Dan kun je dus gewoon zo'n huis laten. Fashion. Ja. Of je kunt bijvoorbeeld een dance event of zo, kun je gewoon echt wel tot een soort hantering met een laten ontstaan. Of je kunt, ik weet niet of je de term flash robben al kennen. Dat is een flashmob, maar dan dat je de bijenkoop met z'n allen intended en dat je dan de hele bijenkoop leeghaalt met 10 of 15 man. Echt? Nou, Google even en dan zie je best wel wat serieuze crime sites die daarover schrijven. Flashrobben is een ding wat in de VS al behoorlijk af en toe gebeurt. Wel, dan daten mensen dus, dan spreken ze met een beetje met elkaar. Nou, kom, we gaan op dat moment 2 uur, dan wandelen we met ons tasje naar binnen. En dan zijn we hele lieve types. En dan doen we gewoon om ongeveer 6 over even de klokjes gelijk zetten. Dan doen we anders. En dan doen we ons mutsje op en dan gaan we met 25 man gaan los. En dan graaien we alles mee wat er is. En die bewakers die dan zijn, die hebben helemaal geen idee wat er overkomt. En dan gaan we alle kanten op en dat. Nou, dat gebeurt dus al. Dat heet flash problem. Oftewel, flash mob, maar dan weet je niet alleen maar een leuk dansje doet ofzo. Maar allerlei van dat soort hele ellendige dingen kun je dus regelen op een hele eenvoudige manier. En ook nog eens een keer kun je zelf echt helemaal buiten de schijnwerpers houden, ontdekte ik. En dat is best wel een soort van, dat ik denk van, ik was zaterdagmiddag met een meneer aan het bellen die nogal geïnteresseerd is in dit soort dingen, vanwege het dansbelang. En hij zegt van, praat me nou eens aan waarom ik echt een soort van doodsangst zou moeten hebben. En toen dacht ik, oh, dat is een interessante vraag. En toen begon ik eigenlijk erover na te denken en toen begon ik het scenario een beetje uit te werken en toen dacht ik echt van, oei. Toen ben ik dus gisteren even schier geweest, dus toen heb ik even van me laten afkleiden, maar toen dacht ik nog, ja, het is inderdaad wel gewoon een soort van dingetje. Kortom, bent u klaar voor het aanvoeren van hoe je het doet? Ja, het doet.
Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Het eerste wat je moet doen, het duurt ongeveer, denk ik, een soort van een maand of wat, een half jaar. Je kunt niet meteen morgen zeggen dat je dat wil gaan doen. Dus je moet wel even een beetje soort van voorbereiden. Want het is namelijk best soort van sociaal geavanceerd. Wat je doet, is je neemt ongeveer een week of twee weken vakantie. Dan regel je een auto, bijvoorbeeld een eigen auto, of liever misschien allemaal huurauto. En dan ga je een soort van rondrit maken door Europa. Of door een andere plek waar je gewoon lekker kunt rondrijden. En dan ga je van bijvoorbeeld internetcafé naar internetcafé. Dus elke dag dan bezoek je een ander internetcafé. En dan zorg je ervoor als je een internetcafé binnenkomt dat de webcam niet op jou gericht staat. Gewoon even voor de zekerheid. Die dingen staan niet aan, maar je weet maar nooit. Dus dan draai je de ding weg of je hebt wat voor ofzo. En dan ga je in die week ga je Facebook-accounts aanmaken. Met een leuke voornaam, een leuke achternaam, je zet een fotootje op, dat soort dingen. En doe je niet één, maar je doet er een stuk of 3, 4, 5 naast elkaar, want dat is verderop wat handiger. En dan ga je de volgende dag of misschien 's middags al ga je weer naar een ander plekje. Dan doe je weer wat met die profielen, je zet wat fotootjes op, je maakt ze een beetje zodat ze lijken alsof ze echt zijn. En dan verbind je ze ook met elkaar, of niet allemaal, want dan lijkt het heel nep. En dan ga je ook wat andere mensen op het internet aanklikken waar je misschien wel vrienden mee zou kunnen zijn. En zo bouw je eigenlijk, zo kweek je ze eigenlijk op tot een soort van profiel wat wel echt lijkt. Dus je gaat van iets wat totaal niet echt lijkt, geef je ze een soort van leving in de echte wereld. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is je een beetje sociaal gedragen. Dus de mensen die je kent zou je bijvoorbeeld kunnen feliciteren met hun verjaardag en met andere van dat soort dingen. Je zou wat spelletjes kunnen gaan spelen zoals Cityville en zo, om ook gewoon game vriendjes te krijgen. Wat je namelijk in de jongere cultuur ook ziet, ook bij Project X, is dat waarschijnlijk in de kiem mensen elkaar hebben gevonden op Cityville. Dus dat de jongetjes elkaar ook kenden met hun virtuele naampjes op Cityville. Nou, dat zou je hier ook kunnen doen. Oftewel, je moet ervoor zorgen dat je van een virtueel ding een soort van levend ding maakt. Door ook te connecten met echte actoren. Dat is allemaal in de eerste week ongeveer. Nou, dan connect je wat met andere mensen en je doet andere slimme dingen. En wat misschien ook nog zou kunnen helpen is als je zo'n browser gebruikt die het IP-adres blokkeert. Maar waarschijnlijk als je van internetcafé naar internetcafé gaat, dan hoeft dat eigenlijk misschien ook niet eens. Dat. Een vraagje van... programmator die zorgt er al voor dat je eigenlijk niet het programmator, ja, bekend, denk ik, ja, die zorgt ervoor eigenlijk ook hetzelfde eigenlijk dat jouw IP naar alle kanten wordt verstuurd. Ja. Is het dan nodig om op vakantie te gaan naast dat het gewoon leuk is? Maar kun je niet ook gewoon een weekendje helemaal hersenloos thuis zitten? Hoe heet dat het nummer dat je aan je laptop hangt? Precies. Gewoon, to be sure, dacht ik van, laten we dat ook maar uitsluiten. Ja, maar ik weet juist dat omdat dat, acties van bijvoorbeeld Anonymous worden heel veel via Tor dingen, ja, gedaan, omdat zij achter het momenteel nog steeds ontraceerbaar, hoewel Amerika er natuurlijk wel iets aan gedaan heeft. Ik dacht om zeker te zijn, laten we dat ook nog even doen. Maar inderdaad... Ik snap de reis natuurlijk. Ja, bovendien, reis is ook leuk, nee, ja, maar het gaat erom dat je ontraceerbaar bent. En ik dacht van, dit zou de beste manier kunnen zijn. Maar ja, als je van dat soort grappen uithaalt, zou ook misschien kunnen. Maar ik dacht van, laat ook dat MAC-adres ook maar even omdraaien. We hebben dus die profieltjes opgekweekt. Ook laten connecten met mensen in de echte wereld. Nou, en dan moet je gewoon weer aan het werk gaan. Oftewel gewoon die profieltjes een beetje laten staan, even laten rusten. Zodat ze ook misschien wel een soort van echt gaan lijken ofzo. En dan zou je nog even... tussentijds ook nog weer een keer op vakantie kunnen gaan en dus allemaal nog even weer een leuke spin geven zodat ze echt allemaal ook echt lijken te leven. Je feliciteert nog weer wat mensen, je chat is wat, je post is wat, je doet dus een nieuw fotootje dat je ergens in Berlijn bent geweest ofzo. Wat trouwens bij Ibe de Vuren ook is gebeurd en ook wel wat bij de mensen die er omheen zijn geweest, erg interessant. Die account die je aanhaalt, hè? Kun je er iets over zeggen? Facebook Event Project X-Haren heeft twee beheerders op dit moment en ook gedurende het event gehad. Namelijk meneer Jesse Hobson, een Nieuw-Zeelander, die heeft aangegeven in de media dat hij het event heeft aangemaakt.
En daarnaast is er op 9 september een meneer toegevoegd, althans een account toegevoegd, met de naam Ibe der Führer. Oftewel, Ich bin der Führer staat dat dan eigenlijk echt voor als je in parabeltaaltjes duikt. En die meer dingen als hoort, die leuke tekens met die kruisjes en zo. En andere lelijke dingen als dat Joden zo moeten zo toevoegen. En die zijn, is dan weer connected met allerlei mensen, als weet die man die enorme ellende heeft uitgehaald. Precies dat. En als je dat wereldje duikt, dan denk je, oi, word niet blij van. Maar Ibe der Führer, dat profiel. Zijn er anders al vragen over op dit moment? Nee, oké, goed. Dat was ik. Vakantie 1, vakantie 2. En in elk geval nooit op je eigen computer inloggen natuurlijk, want dan zou er linksom of rechtsom misschien als de FBI echt zijn best doet, of de Nederlandse politie via de FBI binnen een maand of twee toch nog misschien steeds wel wat kunnen achterhalen. Dus nooit op je eigen computer inloggen. En dan kun je het eigenlijk wel een soort van gaan doen. Dan zou je dus bijvoorbeeld gewoon Koninginnedag een notering binnen van kunnen maken in 2013. Of je zou gewoon een dancefeest kunnen aanvallen. Of je zou bijvoorbeeld zo'n flash op kunnen doen. Dan heb je namelijk je accounts klaarstaan om het te gaan doen. Ja. Hoe zit dat dan met wat je ziet? Vaak dat er in groepen, dat er als ze mensen heel erg uithalen, dat er een nivellerende werking in zit. En dat andere mensen van, joh, hey, doe eens even normaal. Hoe, ja. Een van de dingen die ook in Haren gebeuren, is dat een meneer die zich kenbaar maakt als een hoaxer, oftewel iemand die het leuk vindt om regelmatig valse berichten de wereld in te slingeren, die melden om volgens mij kort voor 11 s'avonds dat er twee meisjes waren doodgedrukt. Ja. Nou, wat gebeurt er als twee meisjes worden doodgedrukt? Dat is best een soort van nieuwtje en niet zo'n fijn dingetje. Dat had hij de wereld in geslingerd met een paar tweets en bovendien ook met wat hashtags Project XH. Dus er waren wat mensen op het feest, maar ook daaromheen, die dat oppikten uiteraard. En als er zoiets naar buiten gaat, ja, dan is dat maar één soort van nieuws. Dan zijn wij, net als op Koninginnedag 2011, 2010, check het eens, wat wil je weten? Nee, ja, ik maak je zin af, want ik wou even daarop in haken. Okay. Wat je ziet is dat als er zoiets sensationeels iets heeft aan de hand, is dat er maar één 13.416 mensen zijn die dat gaan retweeten of daarop gaan reageren. En binnen een paar tellen was dat dus van één idioot die in zijn profiel notabene hoaxer heeft staan. Echt heel veel mensen die dat hadden geretweet. En dus was het nieuws. En dus was er paniek. En dus was er gewoon ellende. En als hij niet dit had gezegd, maar hij had bijvoorbeeld gezegd van ME hakt 10 mensen neer en daar zijn 3 doden bij ontstaan. Nou moet je kijken wat voor agressie er ontstaat tegen de ME. Ja. Nou ja. Ik was er. En dat bericht inderdaad, die meisje dood eigenlijk, dat ging echt als een lopend vuurtje doorheen. En dat je zag daar echt gewoon de impact van dat bericht. Nou, iedereen kwijt van ons, dat is nep. Dat doen ze om iedereen die de stad uit te krijgen. Maar op dat moment zag je dat er ook een hele grote verschuiving was van mensen die daar eigenlijk, nou, zoals ik, niks te zoeken hadden, dat die ook gelijk naar huis gingen. Dus dat had echt een positief effect op wat er gebeurde daar. Ja, en maar er zijn wat omstandigheden. Hoe heet dat gedoe? Alcohol. dat zorgt ervoor dat mensen toch niet helemaal zo fris mee nadenken en gewoon wat minder kritisch naar dit soort dingen kijken. Je hebt dat andere goedje, pilletjes en zo, drugs. Je hebt algehele achterlijkheid, die wel bij sommige mensen speelt. Hormonen? Ja, precies. Nou, rode dat is seks, hoor. En dingen, massahysterie. Ja. Want ik ben zelf ooit daar niet bij, maar ik ben wel bij de Koningsrellen. De oude zullen dat nog kunnen herinneren. Maar dat was niet normaal wat daar ook gebeurde. Dat binnen enkele uren was het een oorlogssituatie. Omdat iedereen kwam, en later werd er ook gezegd, gewoon eerzame leraren van de lagere school, die hadden de stoeptegels naar agenten gegooid. Het was crazy. Het was echt helemaal crazy. En ik denk dat dat ook in massa's gebeurt. Of het nou op het internet gebeurt, of in het echt nog veel erger.
En al die hormonen die ruik je in je gaten gewoon voor. Ah ja, en je wordt helemaal gek. Je is natuurlijk in de jaren 30 in Duitsland dan voluit bewezen. Je zag ook hier natuurlijk, ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien of niet, maar op een gegeven moment werden er filmpjes ook op het journaal getoond van jongens die de Albert Heijn hadden geplunderd. Ja. Van die mooie met van dat lange haren, wapperende jongens uit Haren, of van die studenten die dan gewoon echt helemaal naar een hip feestje gaan. En die kwamen daar met één of twee of drie schattige pakjes sigaretten naar buiten gereden. En ze waren heel trots. En dat bleken dus geen hooligans te zijn van FC Groningen of van Ajax. Dat bleken dus gewoon studenten te zijn van de hoogleraar die nu onderzoek doet naar de rellen in samenwerking met Nick Cohen. En ja, je kunt allerlei slimme dingen overroepen. Dat ze misschien diep van binnen wel een vreselijke type zijn. Maar ja, misschien gebeurt het wel als je gewoon als jongetje van een jaar of 20 nooit gemat hebt ofzo. Of er staat een ME tegenover je die gewoon zegt, hallo, ga je op je dingen lossen? Nou ja, dan doet dat wel iets met je, denk ik. En dan zijn er ook nog heel veel mensen die al losgaan. Dan denk je, ach, waarom ook niet? Nou ja, dat. Maar terug. Als je dus in zo'n setting zo'n grapje uithaalt, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, de ME lost 10 mensen neer. Ook al doe je dat op een feest, gewoon dat wat dan heel gezellig is. Je prikt dat er op een slimme manier in, en dat is iedereen dus al daar online aan het twitteren is met elkaar. En je plaatst er zo'n bommetje onder. Nou, het kan best wel zijn dat daar gewoon ellende uitbreekt. Als je dat Koninginnedag doet of zo, nou, hoppakee. Reken maar dat de paniek uitbreekt en dat daar mensen gaan rennen en dat een enorme tering op kan leveren. En dat. Ja, juf. Hoeveel van al die mensen die zo gekkelijk hebben lopen doen rond Project X? Hoe groot moet de groep zijn om echt zo'n volk te kunnen zijn? Is dat 1%, 10%? Die echte gekken die jij aan hebt gesproken. Maar ze zijn helemaal niet bij, jij zegt eigenlijk dat ze helemaal niet bij was. Deze gek was helemaal niet bij. Wat deze gek heeft gedaan is gewoon heel slim gebruik maken van de hoaxer. Ja. Ja, nee, maar in het totaal. Ik kan je vertellen, ik geef zo'n trainingen waar ik mensen gek maak, ik doe het in het jaar. Maar ik kan binnen 10 minuten kan ik mensen elkaar de hersens in laten slaan. Ja. Gewoon, en het hoeven er maar 6 te zijn. Ja, precies. Dus waar we een beetje de. Dat zit gewoon, als je maar de hysterie loskrijgt in een bepaalde groep, en dat het helemaal geen criminelen te zijn, wat dan ook, dan krijgen ze mee. Kijk, dat is een Milgram experiment. Ja. Mensen in een witte jas die dan zegt tegen een ander dat ze een schok moeten uitdelen. Het zijn twee personen. De ene die zegt, dan gaat u alsjeblieft door, ook al hoort u geschreeuw aan de andere kant dat er iemand doodgaat. Blijft u alsjeblieft op de knop drukken. Ja, goed, dan is het een heel klein groep. Oh ja. Dus, ook zijn niet zo. Wat is het doel van dat je ons dit vertelt? Wil je ons waarschuwen? Of wil je kijken? Ik ben nieuwsgierig of het ook de goede kant op kan. Ja, dat was inderdaad een idee om de vraag te vertellen. Want, kijk, ik heb gezien dat dit kan. En ook dat het heel gemakkelijk kan. En ook dat het zo kan dat je zelf buiten school blijft. En ik kan nog een paar van dit soort grapjes uitleggen om te zien dat het ook kan. Je kunt ook heel gemakkelijk een nog veel heftiger Project X feestje organiseren. Namelijk gewoon door niet de exacte locatie bekend te maken. En dan bijvoorbeeld in een regio waar de politie niet zo actief is of niet zo kordaat is. Bijvoorbeeld op een grensgebied van twee landen of zo. Nou, dan kun je nog iets veel leukers doen dan in Haren. En als je dat weet, een plek waar veel meer mensen bij elkaar kunnen komen, met de trein en zo, nou, dan kun je het pas echt leuk lossen. Maar, oh jee. Ja, is dat zo? Want er zijn nu de laatste tijd meerdere Project X-feestjes geprobeerd te organiseren. Ja. En daar komt eigenlijk niemand meer op af, omdat het nu een keer is geweest. En... Nou, kijk, ik denk dat in Nederland Project X wel voorbij is. Ze hebben natuurlijk Amersfoort heel goed neergeslagen. Gewoon door bij jongetjes en meisjes die dat riepen, gewoon langs de deur te gaan. Zo, hallo, wat ben jij aan het doen? Nou, ding dong. En dat werkt heel goed. In Arnhem hebben ze natuurlijk de hele stad dichtgegooid. Het was ook wel een duidelijk nee in woord en in daad. Dat was wel heel duidelijk tegen deze pubers. Hoorden hebben ze een jongetje ook even een reepje onder zijn neus gedrukt. Althans, niet echt gedaan geloof ik, maar in elk geval zo van een signaaltje naar het land toe. En op andere steden, zaterdag, zou er iets in Leeuwarden zijn gebeurd. Nou, dat is ook niet doorgegaan. Dus ik denk dat Nederland wel zo'n beetje Project X klaar is. Wat? Ik zeg maar de techniek erachter niet. Nee, precies. En als je gewoon een ander leuk feestje bedenkt, zoals bijvoorbeeld, een beetje anders, maar ik noem maar bijvoorbeeld een Ice White Shirt Party. Is dit die film? Precies. Nou, dat is een beetje een oudere doelgroep, maar dat is ook niet met seks en met geheimzinnig en zo. Daar kun je ook in de kuppel uithalen. Ja, ik zou. Nee.
Maar ik bedoel, van dat film is die jongetjes en meisjes van. Het is een beetje geavanceerd, een beetje een soort van anders. Maar als je dus niet Project X als een labeltje pakt, wat de overheid nu heel erg op aan let is op Twitter en zo, dat zien mensen de hele dag op Twitter in diepe search in om Project X. Maar als je gewoon Project Y noemt of je doet iets totaal anders en je hebt wel weer zo'n enorme viraal en kwaadaardige DNA, ja, dan kun je hetzelfde grapje nog natuurlijk wel weer uithalen. Nou vraag ik me af en je zegt van ik maak de profiel aan, bla bla bla. En opeens is dat feestje er, maar die tussenstap die intrigeert mij. Hoe krijg je opeens zoveel mensen? En om bij haar aan te sluiten, of erachter, hoe kan je het ook positief brengen? Dus, ja. Zo'n feestje aanmaken is heel makkelijk. Je maakt een event aan en je nodigt de eerste 10 mensen uit. Of is het 20. En dan zorg je ervoor dat die mensen heel erg snappen waar het feestje over gaat. En denken van wauw, daar wil ik bij zijn. Dat is namelijk hoe het in haar ook is gebeurd. Ja, dat hoeft er maar 10 of zo te zijn, als die ook weer mensen uitnodigen. Het is echt een heel cool feestje waar je echt bij wilt zijn, ja, dan gaat het wel aan. Tenminste, zo vermoed ik dat het in haar ook is gegaan. En zeker als je dan ook nog in een heel vroeg stadium vanuit een echte account er weer overheen duikt. Dus dat je niet de allereerste poster bent op zo'n event, maar bijvoorbeeld de derde of de vierde en zegt, hey, dat is leuk, een feestje in haar. Nou, zo kun je daar ook wel een beetje mee spelen. Tenminste, dat is hoe ik verwacht dat het in haar is gegaan. Jij denkt niet dat de landelijke media daar een grote rol in heeft gespeeld? Nee. Oh, dat is een hele andere vraag. Ik denk ook dat landelijke media er wel even een rol in heeft gespeeld. Alleen pas op 18 september. Namelijk in twee categorieën. Namelijk één radio die heeft die zijn radio door de co-creërende jongeren. Die hebben gezegd, hey, doe even een stukje in je radio. De show op vandaag of morgen. Ik zie ons filmpje even. En twee, toen op 18 september de gemeente Haren heel onhandig een noodverordening klaarlegde. Toen was het wereldnieuws. Namelijk burgemeester Haren verkondigde zijn gemeente aan het oorlogsgebied. Misschien mogelijk als die verordening. Dus ja, dat zijn de twee grote klappers wel geweest die heel veel verderop de enorme afgebeurde. Voor die tijd, waren er nog lang niet 10.000 mensen die er nog is? Nee, maar ik denk wel dat die eerste paar duizend mensen en de dynamiek die er was, de gemeente Haren enorme paniek heeft gezorgd. En ook de jongeren waren, die er ook bij waren, die zagen echt wel zo uit naar het feest. En dat ik me ook wel kan voorstellen dat dat lijntje naar de radio-dj's ook niet tegen te houden was geweest. Dus ja, het ging gewoon. Het was een soort van perfect storm die er niet tegen te houden is geweest. Zeker niet in zo'n klein gemeentje als Haren met maar één communicatiemedewerker die ook op de vrijdagmiddag denkt dat ze een beetje iets anders kan doen. Om maar even dit te doen. Was het ook gelukt zonder zo'n film? Ik bedoel, dit is toch wel een soort voorbeeld waar ze dan op aanhaken, of niet? Nou ja, kijk. Als je naar grote slimme mensen als Seth Godin kijkt, die zegt altijd een aantal dingen. Bijvoorbeeld één, dat zo'n heel simpel, remarkable pitje wel heel waardevol is. Ja. En als dat pitje dan nog heel erg klopt in de context, namelijk saaie omgeving, Haren, Drenthe, een beetje Groningen. Wat de fuck? Ja, het is zo. maar relatief saai, het zijn nooit echte gave feestjes. Dus als er zoiets is en je prikt dat in een jongere die en niet meer in militaire dienst gaan en ook niet meer naar de kerk gaan, elkaar helemaal af de mat af en toe zoals we dat vroeger deden. Dan is het niet heel gek dat gewoon best wel heel erg wordt opgepikt. Dus het is wel heel onduidelijk dat je een DNA daar neerlegt waar ze heel erg veel van snappen en wat als een man aan het bos kan gaan. Het had ook waarschijnlijk wel een ander feestje kunnen zijn, maar dit enorm simpele en ook erg krachtige concept is natuurlijk wel echt een bom geweest. Maar aanvankelijk was het gewoon een meisje wat de feestje aankondigde en er zijn andere mensen aan de haal gaan. Die hebben het als Project X-feest bestemd en doen niet uit de hand. Hoe voorkom je dan als je gewoon met de beste wil van de wereld een leuk feestje wil organiseren? Je nodigt 10 mensen uit en je hoopt dat zij nog een aantal andere mensen... Oh ja, nog een detail dat ik ook heb ontdekt. Mevrouw Mitte, die had niet toevallig zomaar even een eventje open laten staan. Gewoon zo'n beetje zo van, wat onhandig. Ten eerste had ze het knopje ook aangezet van doe maar openbaar. En ten tweede heeft ze ook nog een paar keer flink lopen twitteren over, kom je ook naar me, ik heb een feestje aangemaakt. En dat is vervolgens ook met linkje 17 keer retweet. En als je dat een beetje onder de jongens en meisjes doet. Dus ze had zelf ook wel stiekem een klein beetje haar best gedaan om het fors te maken. Ja, precies. En toen waren inderdaad hoe het echt is gegaan. Ik heb heel goed naar gekeken. Mirte deed dit. Toen leek het een beetje de hand wel. Toen zei ze van, ik moet hier wel een beetje van huilen. Ha, ha, ha. En daarna nog weer een grapje.
En toen waren er wat jongens en meisjes in Haren die het concept wat er aan het ontstaan was, herkenden als een Project X concept. Dus ze dachten van, oké, meisje nodigt vriendjes en vriendjes uit via Facebook. Dat is dan in Project X niet per se helemaal zo, maar in elk geval komen nogal veel mensen op af. Villa, buurt, andere dingetjes. En die mensen, haar vriendjes en vriendjes, die begonnen ongeveer rond 16:31 op 7 september te signaleren van, hé, dit lijkt wel heel erg op een Project X feestje. En toen is er waarschijnlijk iemand geweest die dacht, hé, hoppakee, dit is een Project X feestje, die gaan we ook zo noemen. En nou ja, en toen ging het los. En toen was dat tweede feest, dat ging, nou ja, op ontzettend Gorim-achtige wijze, ging dat inderdaad gewoon een halve wereld over, enorm viraal en, nou ja, dat. Ja. Toen we buiten stonden had ik het ook nog over posts die je die oh ja, ja er zitten best wel een soort van jongens achter die wel een beetje snappen hoe de wereld werkt. Als je een event aanmaakt, dan kun je als moderator, dus als beheerder van het event, kun je posts declinen. Oftewel wegpoetsen. En wat ze hebben gedaan, ontdekte ik pas in een heel laat stadium, ik wist eigenlijk helemaal niet dat kon ofzo. Is gewoon alle posts die de positieve spin hebben, hadden kunnen doorbreken, hebben ze gewoon verwijderd. Oftewel, iedereen die riep van, is toch niet zo'n goed idee, waar zijn die god van wel, stel je eigenlijk, ga je andere, eigen dorp vernielen, dat soort dingen, ook niet klein. En zitten nog veel meer van dat soort hele vernuftige grapjes in die echt heel nasty zijn. Dus ik vermoed ook dat het gewoon niet een paar jongens zijn geweest van, goh, laten we met een leuk verjaardagsfeestje. Nee, dit zijn gewoon jongens geweest die gewoon een beetje soort van dat. En ook dat ze dus, dat ze een Nieuw-Zeelander hebben. Hallo, je moet een nieuw begin toch? Nee. Dat is een grapje, hoor, lachen. Dat was ik niet meer zeker. Ze hebben dus niet het account vanuit twee fake accounts. Wat zeg ik dat? Ze hebben dus niet het event vanuit twee fake accounts aangemaakt, maar ze hebben dus volgens mij heel slim één echt iemand voor het karretje gespannen die niet zo slim was om te snappen wat het echt was, zodat hij ook op de borrel zou worden genomen en die fake account niet zo direct. Dus ik denk dat het echt gewoon, als ik gewoon met deze bril blijf kijken, dat het echt heel lelijk in elkaar zit. En hoe gaat de wereld hier nu mooier? Ja, ik zou met zich ja. Bij ons nog naar buiten laten gaan. Ja. Wat ik jou wil zeggen, over positiviteit. Ik denk, van wij zitten hier allemaal samen om over heel positieve dingen te denken. En de kracht van dit soort dingen kan je natuurlijk in negativiteit aanwenden en allemaal joden vermoorden en noem maar op. Maar je kan ook kijken hoe je de wereld er beter van kan maken. En dezelfde krachten en enthousiasme die je krijgt om iets destructiefs te doen, kan je natuurlijk net zo hard gebruiken. En misschien zelfs wel harder. Nou ja, leuk dingetje. Vorig jaar in Groningen was de eerste maker fair van het land. Wie weet dat niks van? Oké, nou, zaterdag aanstaande is het weer. En de eerste Maker Faire was heel erg een voorbeeld van hoe je met dit soort dynamiek ook heel moois kunt opteren. Want het was namelijk gewoon een grapje. Ik werkte met NFT en ik dacht van, goh, leuk, Maker Faire, leuk. Een soort van knutselbeurs to the max, waar mannen van tussen de, nou ja, zeg tussen de 25 en 50, die vroeger te weinig met leven hebben gespeeld, die losgaan met lasapparaten, Arduino's en andere apparaten die erop staan. En ik had het genoemd garageboxhelden en boerenschuurkanjes en zolderkamergenieën. Een beetje van dat soort types die dan weer doen. En wat we dus hebben gedaan is die mensen samenbrengen op Maker Faire VS-achtige wijze. En ze werden in een hok gestopt. En dat vonden ze heel gezellig eigenlijk, want ze zagen elkaar anders nooit. Ze zaten in hun eigen hokje naar de aardappels en nou, nu dus mensen. En we hadden vorig jaar hadden een beetje verwacht, nou zullen misschien 100 mensen of zo komen, want we hadden gewoon een beetje zo gedaan. Maar er waren 1000 mensen. Ook dat heel simpel concept, ook dat zo'n beetje zo. Dat, we hadden zelfs NSC, wat we helemaal niet hadden verwacht. We hadden Evan Bom met zijn fast moving dingetjes en we hadden hartstikke leuk. En dit jaar hebben we al wat is die grote club, dat ding, Nemo als partner geloof ik. Zit er iemand van Oceaanse Bui? Niet toevallig? Nee, dat weet ik niet. Weet je? Nee. Maar een beetje. Maar dat soort... kijk. De volgende ligt al boven. Ja, precies. Ja. mf050.nl. Wat is deze blauwe ding, hartstikke geil. Maar zo kun je dus ook inderdaad dit soort technieken inzetten om hele mooie dingen te doen, de wereld leuk blij, mooie wetten te maken. Maar ja, er zijn ook gewoon mensen die wat lelijker zijn.
En dat vind ik juist wel interessant om te kijken hoe je dan dat soort dingen tegengaat. En ik zat dus zaterdag een beetje, ik dacht van, ja, wat kun je hier nou doen? Want stel je voor dat er zo'n idioot is op een feest die zegt van, er zijn twee mensen doodgedrukt door de ME of door de koningin heeft leven gedaan, weet ik veel wat. Dan moet je dus eigenlijk binnen twee tellen, moet je gewoon die angel eruit trekken. En als je gewoon de FBI wilt bellen om te vragen of ze misschien willen uitzoeken wie er achter het Facebook profiel zit, zodat je hem dan vervolgens van hartstikke kan gaan slaan. Ja, dat werkt dus niet. Want wat doet Facebook dan? Ja, ik ben nog niet zover. Facebook is in het algemeen heel moeilijk te bereiken. Ik heb dat zelf geprobeerd, ook al met wat serieuze journalisten aan boord. Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Dus misschien dat Facebook binnenkort wel hier wat groter op gaat reageren op dit soort grote bewegingen. Maar op dit moment is dat nog wel heel moeilijk. Je hebt het zelf gesteld, dat is ontzettend fout in de kussen. Ja, ja. In ieder geval is het gewoon officiële... Je kunt het zo gebruiken. Zo'n lekkere VTS-disclaimer waar je dus eigenlijk mee kunt. Nee, dat klopt, ja. Nou wil je sowieso dat een Facebook daar wel wat mee doet. Want als je ook kijkt naar hoe social media werd ingezet in al die Oosterse landen nu. Ja, daar hadden ze dan ook kunnen zeggen, ja, we vinden niet dat dit kan, dus Facebook trekt het allemaal even van Twitter en Facebook af. Wanneer is iets goed en wanneer is iets fout, hè? Eens. Ja, perspectief. Ja, wauw. Eens. Alleen, ja, ik denk dat we het vrij snel erover eens zijn dat wat er haar is gebeurd, dat niet heel... Nee, maar kijk naar bijvoorbeeld de dodenherdenking. Er hoeft maar één iemand te zijn die gaat lopen schreeuwen. En dat, ja... Ik bedoel, ja, klopt. Ook heel veel mensen hebben het idee dat alle politie staat. Laten we een soort van, als het door je bij kunnen vallen, gewoon op een soort van kwaadachtig niet, dan is het niet heel lief. Laten we dat gewoon een beetje soort van aanhouden. Voor. Wat? Sorry, ja? Ja, je zei dat er ook berichten waren van laten we dat maar niet doen. Ja. Hoe zorg je dan dat die monoregels niet delete? Nee, de vraag is toch. Oké, misschien. Ja, uiteraard heb ik erover nagedacht, maar dat kan dus niet, ofzo. En sterker nog, als het gewoon drie tellen online heeft gestaan bijvoorbeeld van tweet, dan is je al 13.000 keer geretweet en dat hou je dus niet tegen. Met andere woorden, je moet het slimmers doen. En toen grapte ik zaterdagmiddag deze meneer die bijvoorbeeld Landsbelang werkt en zo, want misschien moeten we maar gewoon Postbus 51 spotjes gaan uitzenden die mensen wat meer social media aware maken ofzo. Zo van dat je niet alles zomaar gaat retweeten, dat je een beetje snapt dat er ook dingen gewoon kunnen gebeuren en dat een beetje. En toen dacht ik van, als we nou gewoon eens met jullie daarover een beetje soort van gaan brainstormen, van wat voor geniaal idee hebben jullie nou om dit soort lelijke dingen tegen te gaan, dan zou het wel eens een mooie middag kunnen worden, of een mooie dag. Dus. Wat ik merk is dat zo'n fenomeen als met elkaar achter elkaar aanlopen, dat is heel sterk. En wil je dat niet als individu doen, dan heb je ook een soort awareness nodig van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. En wat ik in jouw verhaal ook een beetje hoor, is dat heel veel mensen er helemaal niet bij stil hebben gestaan. En de mensen die dus de helden waren, hè, dus die zeggen van nou, waar ben je nou eigenlijk mee bezig, die werden gedeleteerd. Ja. Dus het was een hele verfijnde manier om de kudde op gang te brengen en te houden. Klopt. En als je dus onderdeel, als je jezelf onderdeel van de kudde voelt en je rent alleen maar mee, dan is het al te laat. Maar je bent op elk moment van de dag, daar ben ik altijd mee bezig om dat te vertellen. Van, kijk, op elk van de moment van de dag ben je gewoon in staat om nee te zeggen en nee te doen. En dat is heel erg moeilijk. Ik zat vandaag in de trein. Als je 10 vrienden gaat en jij met de elfde die zei, dan ben jij de elfde die zei. Ik zat vandaag in de trein deze kant op en ik wil nog even dit verhaaltje een beetje afmaken. En toen zat er in de stilte bij een meneer te bellen. En dan niet een beetje zo van. Maar echt gewoon dat je denkt, yeah. Dus iedereen heeft er ook last van. Ik zag mensen. Helpt niet mevrouw. Dus ik dacht, ik zat ongeveer 6 stoelen verderop, maar ik had er ook nog last van. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon eens gewoon heel netjes zeggen dat het een stilte is en zo. En dat ik niet echt bij stond dat ik nog probeer te werken en zo. En dat die meneer weer schenkt ons ergens gaan zitten of zo. Of misschien dat hij niet meer wil doen. En ik stap op hem af en hij keek niet aan, dus tik tik. Het is een stiltecoupé. Hij zei ja en. En toen zeg je ja, het is een stiltecoupé. Je kunt bellen, het is niet heel erg stil. Het concept stiltecoupé is.
En ga even zitten, zegt hij, ik ben aan het bellen. Echt op zo'n manier. En dat is geen grapje. Ze zegt, ja, maar dit is een stiltecoupé. Als u wilt bellen, dan kunt u beter ergens naartoe gaan. En ze zegt, ga even zitten, want ik ben gewoon bezig en zo. En ik zeg, ik heb last van, ik denk dat wel meer mensen last van hebben. Ze zegt, nou ja, ik ben aan het bellen, ik ben nog niet aan muziek luisteren of zo. Ik denk van, hoe kan dit? Dus ik roep, dames en heren, wie heeft er nog meer last van deze media? En toen waren er ongeveer 16 mensen die ook wel zeiden van, maar niemand had dus aanvankelijk gedacht van, dus als iedereen nou net zo heftig was geweest als ik, en gewoon hem aangesproken, dan was het een stuk makkelijker geweest. Ja, ik ben hier wel eens gezeten om iets te doen. Nee, maar er zijn dus heel weinig mensen die gewoon dat kopje durven op te zetten. En ook wat je kijkt naar die mensen die op een Facebook-event riepen van, joh, we zijn in vredesnaam mee bezig. Die werden ook gewoon vervolgens echt letterlijk bedreigd. Gewoon door andere jongeren die dan even toevallig niet meteen werden gedeclined. Dat is echt heel, ja, heel, ja. Is hij ergens anders? Wat zeg je? Is hij ergens anders? Hij is op den nu ergens anders gegeven. Het duurde even, heeft eerst een gesprek afgemaakt. En toen zat hij vervolgens in de niet-stiltecoupé en toen liep ik vervolgens even naar het toilet. En toen zat hij daar weer heel lelijk met zijn benen in de gang. Dus dat was een beetje zo verwerkt met zijn benen. Gewoon een knuffel geven. Ja, beetje hoor. Nee, ik denk dat je dan beter inderdaad geen man moet zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Dat lijkt me heel leuk. Dat is een beetje Ja, zo wel echt. Ja, maar gelukkig zijn deze dingen ook positief in te zetten, zoals het watergevecht bij Lowland. Daar zijn we meteen over eens. Daar heb ik ook genoeg dingen zelf van meegemaakt. Alleen, het grappige is dat een of andere idioot of een of andere grappenmaker of een of andere terrorist denkt van, goh, laten we die kleding eruit halen. Dat is gewoon echt een enorme teringbende aanrichten. En ik denk dat we als land, als mensen hier onder elkaar, vandaag, de rest van ons leven, slimme dingen moeten verzinnen om ons daar tegen te leren. Amen. Kom je dan toch niet altijd door uit dat je heel veel privacy moet gaan inleveren? Ik zou het niet anders weten. Je kan wel awareness, maar je kan iemand er nog steeds misbruik van maken. En volgens mij de enige manier om op internet iemand bekend te krijgen, is om gewoon te zorgen dat een Facebook al die data gewoon gaat overleveren. Maar ja, dat is toch niet... Hey, maar kijk, op een gegeven moment was ook een tijdje natuurlijk dat mensen riepen van, kom, laten we WikiLeaks offline gaan trekken ofzo. Nou, dan zal er wel weer iets anders ontstaan. Op het moment dat Facebook offline wordt getrokken, dan zal er wel weer een VK of zo uit Rusland deze kant op komen, die ook gewoon best wel groot is. Of een Chinees ding, of weet ik wel wat. Wat zegt u, mevrouw? Ja, dat. Dus in die zin... goed, jij hebt wel een verhaal nu. En dat kan wel ook verspreiden, toch? Wat jij nu kunt vertellen. Dat is heel leuk, maar ik denk dat dat wel uitmaakt. In inzicht in hoe dit soort dingen werken. Ja, dus spreid het. Ja, dat is wel een idee. Ik zou het ook doen. Dat het gewoon onder de hand is. Dit gaat niet meer zo goed zijn. Je kan er ook naar kijken als dat gewoon onderdeel is van het hele ontwikkelingsproces. Van het volwassen worden van dit medium, zeg maar. Sure, dat denk ik ook. En alleen... bijvoorbeeld ook dat gebeuren met dodenherdenking. Ja, daar kan je heel negatief naar kijken. Maar ik denk dat het ook mensen weer bewust heeft gemaakt van waarom sta ik nou eigenlijk of wat belangrijk is. Doeg, dankjewel. Goed leuk. Oké, kijk, leuk, hartstikke goed dat we hier met z'n allen gewoon aan moeten wennen en zo. Alleen, ik zou het liever doen dat er niet gewoon 15.000 pubers of wat voor mensen nou dood aan gaan. Als je gewoon nu iets dit kunt verzinnen, dat die zijn er nog niet juist in nog niet. Ik denk dat het echt te maken heeft met opvoeding. En het is opvoeding niet bij kinderen, maar gewoon in het algemeen. Ja. Want jouw verhaal wat jij geeft ons ook een stuk opvoeding van wat er kan gebeuren en als. Ja. En wij zijn nou veel meer gewaar, en daar helpen we anderen ook mee, door te zeggen van joh, dit kan er dus gebeuren als je maar hersenloos achter iets aanloopt. Frits, denk je dat jij met jouw 400 mensen kunt gaan mobiliseren die Facebook-page gaan dashen en gaan zeggen nee, dat is een stom idee, doe dat niet. Want die twee beheerders kunnen nooit in één keer die 400 posts. Een soort van contra-beweging die op het internet werkt. Ja. Internet superhero.
Wij deden het zelfs ook. Je kunt zo wel op die manier naar buiten brengen. Dan organiseer je wel zo. Een feestje bijna uit de hand. Het loopt alleen maar ooit niet meer, denk ik. Dat was een studentenvereniging toen op de dag van de gezellig met een groepje mensen van de studentenvereniging. Een waterpistool weggehaald. Oh ja, wat jij ook niet en, nee, ik was er niet bij, maar ik kwam uiteindelijk werden daar natuurlijk ook steeds meer mensen voor uitgenodigd. En het was op een gegeven moment zo groot dat er dus inderdaad zouden 2000 mensen een waterpistolengevecht gingen houden in het park. En toen heeft de politie ook heel hard goed naar mij gegaan. Dit is toen niet doorgegaan. Maar ik kwam zo te die zat er ook krachtig. Dat was ook iemand een beetje zo. Nou, dat was ook gevolgd door een studentenvereniging. Ja, maar was wel iemand gewoon die veel kent. Dat had ik niet gezien. Maar goed. Oké, Dus? Ja, ik zei, dat, ik bedoel, dat is echt leuk. Nee, maar dat zijn niet dat daar mensen dood zouden. Nee, maar dat is. Nou ja, op dat. Kijk, hoe stond dat water voor? Dat stond er Ik heb ooit een keer geprobeerd om. Ik heb ooit een keer geprobeerd om een. Om een tv-scherm tijdens het WK op de Grote Markt te zetten. En toen riep ik tegen de gemeente van 30.000 mensen. Ik heb getekend. Wat? Was het die petitie of maar? Nee, daarna. Want ik vond dat hij dat. Ja. 30.000 mensen. Ik heb allerlei feestjes georganiseerd, ook wel met gewoon, nou, ik denk maximaal 1000 man of zo. En ook wel buiten, ook op hele moeilijke plekken. En ook wel dat er gewoon best wel wat risicoretjes in zitten. Maar we kwamen op een gegeven moment het gemeentehuis binnengelopen, of het stadhuis zit dan in Groningen. En toen zat er daar de burgemeester. En daarnaast nog 20 mensen. En ik had gewoon niet door wat het verschil is tussen 1000 en 30.000. Het is een soort van zo'n curvetje van als je een feestje opzit van 500 man, ach, nou dat kun je allemaal wel doen, dan gaat niet uit de hand lopen, 2000 man, papapapapapap. En als je ongeveer geloof ik bij 5000 zit of zo, nou dan moet er al half ME ergens op de achtervang staan. En als er 10.000 mensen komen, nou dan wordt ongeveer het leger klaargezet en een hele geavanceerde reddingsplannen voor het geval het gaat regenen of wat dan ook. En als je dan 30.000 doet, dat zit dan ongeveer buiten de grafiek en zeker als je dan dat in de binnenstad van Groningen doet. Dus ik kan me wel voorstellen dat ook een feestje bij 2000 waterpistooltypjes gewoon best wel een tricky ding kan zijn. Dus ook dat is niet altijd per se leuk. Waarom zeg ik dit? Nou. Ik wil nog even gebruik maken van die creativiteit en liefde voor de medemensen zo. Wat voor geniale dingen moet ik even noteren? Ik roep even wat. Hoe kunnen we deze lelijke beweging een halt toeroepen of in welke hoek moet ik gaan zoeken volgens jullie? Nou, volgens mij in de basis al, dat wat ik zie, dat heel veel mensen allerlei privéinformatie op sociale media zetten, zonder bewust te zijn wat daar allemaal mee kan gebeuren. We hebben een zoon van 13, en die begon allerlei informatie op een gegeven moment over privé dingen op internet te zetten. Bewustwording, privacy, publicity. Ja. Andere, even heel snel. School. Wat? Veel meer. School. Een vak. Ja. Voorlichting. Informatiewijsheid. Oké, wat meer? Even heel snel. Ja, wat hij zegt. Wat is een legertje van mensen die snel een hoop peper gaan zoeken? Ja, dat is heel Is dat voor cyber? Dorp als Haren in de suf worden. Ja. Ja. Ik heb net al die alle leuke hockeyfeestjes. Ja, Haren is best prima. Is dat een hockeyfeestje? Ja, misschien een team dat inderdaad dan zo'n dorpje helpt om het om te zetten in een positief. Ja. Social crisis. Ja, nou ja, ik denk dat als er zoiets op je afkomt, dat je dan gewoon mee kunt zeggen, dan heb je een nekertje of zo. Afbuiten. Alle jongen laat preventief aan de enkelband. Privacy. Mooi niet. Nee, ik denk dat ze wel overgaan waren als het gewoon een denktankje was die gewoon zo goed los is op Facebook dat zo'n gemeente Haren hun kan gebruiken om zo goed mogelijk daarop te reageren. Dat is een heel goed idee. Ik denk dat ze in Haren gewoon een feestje hadden moeten geven. Nee. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Dat is geen optie. Nee, nee, nee. Dat is geen optie. Nee, nee, nee. Dat
fout geweest. Er is een initiatief geweest. Wat? Ja, achterin, doe maar. Er is een initiatief geweest, meteen de volgende dag, Project X-Clean op Haren. Dat heeft helemaal nergens aandacht gekregen. Ja. Maar er zijn mensen geweest die hebben gezegd... Ze zeiden van, als jullie... Ja. Doe maar niet, want wij kunnen het veel sneller en efficiënter. Ja, maar dat is eigenlijk het tofste wat ze hebben kunnen doen inderdaad. Als daar gewoon wel mensen heen waren gegaan en de boel hadden opgeruimd, dan had die tegenbeweging ook een geluid gekregen. Maar Haren heeft alles dom aangepakt. Oké, maar... Een film met sluipreclame dat het slecht is. Wat bedoel je concreet? Nou, als je zo'n Project X film hebt, dat je dan ook een maakt. Oh, gewoon een nieuwe Project X. En dan met sluipreclame dat het... Of dat het gewoon na 1 uur iemand doodgaat en dat de film gewoon is afgelopen. Als ze gewoon die film zouden afknippen nadat... Of eigenlijk op het moment dat hij van het dak afspringt en dat je net niet ziet dat hij op een soort van luchtkussen landt en daar als een soort van held wordt ontvangen. Maar gewoon dat hij boven het dak staat en denkt ik ga er afspringen en dat hij een einde aan zijn leven gaat maken. Dat zou een goed einde zijn geweest voor de film. Kun je niet zorgen dat je op een als er één is, eentje dat je gelijk naar 1000 feestjes zit. En als het wel is, wat zou je dan willen dat er wel gebeurt? Wat? Kijk, want er werd nu één evenement gewoon zitten. Als je nou op hetzelfde moment zorgt dat er evenement verduizendvoudig is voor dezelfde dag, dan weet je de mensen niet meer wat je. Maar ja, precies, heel goed. Dat kan ik je ook voor zeggen, is dat eigenlijk op het moment dat je censuur toepast, die een probleem krijgt. Want die mensen die dus verdrietigen, of konden verdrietigen, die hebben gezorgd dat de kudde maar één kant op kon. Ja. En op het moment dat je Facebook dwingt, zeg maar, om te zeggen van jongens, als je een event daar maakt, dan moet ook de negatieve kant of de andere kant kunnen worden belicht. En dat was nu niet het geval. Ja. Dus de andere zijde moet altijd dialoog zijn. Ja, maar daar heeft Facebook ook een zakelijk belang. Precies. Dat is heel nestig. Eentje nog. Kunnen we alsjeblieft stoppen met xenofobie aanpraten over eeuwenoude fenomenen die gewoon altijd wel gebeuren? En dat is nu weer via nieuw media. Het is elke keer gebeuren dit soort dingen. Alleen er wordt als echt xenofobie van oh, Facebook is eng, oh, Twitter is eng. Ja, vroeger had je kraakjes met hoe noem je dat? Met portofoons en elkaar. En dus concreet? Nou, het wordt echt van alsof het echt een ontzettend groot probleem is. Ja, het is flink uit de hand gelopen. Alleen, het is wel een probleem dat er al gewoon vanaf, nou ja, dat Jezus aan het kruis genageld werd, is het al een probleem. Het is alleen van, ja, het manifesteert zich steeds op een andere manier. Ja, alleen het is nu wel van, omdat mensen niet begrijpen hoe het gebeurd is, dat er gewoon xenofobie wordt aangepraat en dat alles nu in één keer heel slecht is. En ik ben ook wel heel erg voor bewustwording hoe je met social media moet omgaan. Alleen, je moet niet bangmakerij gaan doen van nou gelijk maar om al onze privacy inleveren. Nee, je moet er gewoon mee om te gaan. Ja. En je moet de consequenties van je acties nemen. Want ik vind het gewoon continu... Ja, er zijn heel veel mensen die daar niet, nou, laten we zeggen, boven de 40 of 50 jaar, die snappen absoluut niet wat er gebeurt. Pardon? Het is inmiddels bijna 10:00. Ik had om 5:00 moeten stoppen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aandacht, voor jullie meedenken, voor jullie vragen en mij en zo. En nou ja, vanavond nog een keer weer. Dus als je zin hebt om daar weer mee te denken of misschien al te komen, vanavond. Dankjewel voor jullie aandacht.